Ik ben een socioloog die een verhaal staat te houden, maar ik heb zo'n microfoontje. Dat is wel, dan ben je wel iemand hoor, met zo'n microfoontje. En dan al die camera's daar, kijk die man met die camera. Dit is sacralisering. Ik word een beetje heilig gemaakt door hem daar met zijn camera. Wordt God ooit overbodig? De Universiteit van Nederland presenteert socioloog Dr. Bart van Herikhuizen. Mag ik jullie een vraag stellen? Wie in deze zaal gaat regelmatig naar de kerk? Ja, ik zie het niet zo goed met al die lampen, maar één? Gelukkig. Dankjewel. Ja, veel is het niet. Eerlijk gezegd valt het me wel tegen, toch? Ik had dacht toch wel dat we op een stuk of 20 of 30... Nou, dit is, dames en heren, dit is een onderzoekje wat niet echt heel erg representatief is. Midden in het heidense Amsterdam. En de leeftijdsgroep en zo in aanmerking genomen. Ik zag wel aankomen dat het geen meerderheid zou worden vanavond. Maar het bevestigt wel iets wat sociologen in al hun studies telkens weer tegenkomen. De ontkerkelijking zet door. Er zijn minder gelovigen, relatief minder, en ze zijn er nog altijd. Die opgestoken vinger staat nog voor heel erg veel Nederlanders, maar die zitten niet in deze zaal vanavond. En je kunt je afvragen, hoe erg is dat? Wat betekent het voor een samenleving als kindertjes niet meer op catechisatieles horen wat goed is en wat verkeerd is, hoe je hoort te leven, dat je iemand anders geen kwaad mag doen. Wanneer de dominee je dat niet zondag op zondag telkens toch weer even inpepert, de dubieuze morele praktijken aan de orde stelt en de dilemma's laat zien. En wat betekent het als mensen niet meer denken, ja, ik word dan misschien wel niet gepakt, maar God ziet alles wat ik doe. En als ik slecht ben, dan zal ik toch wel gestraft worden op de een of andere manier. Als mensen dat niet meer geloven, wat betekent dat voor hun morele levenswandel? De socioloog Emiel Durkheim, over wie ik het al eerder heb gehad, heeft over dit onderwerp een heel eigenaardig boek geschreven. Want hij schrijft over een stam in de binnenlanden van Australië, Aboriginals, die een soort totemgeloof aanhangen. En hij zegt, daaruit maak ik een aantal heel interessante dingen op over het geloof, die ook gelden voor het geloof in onze eigen samenleving. Want daarom ben ik eigenlijk toch in die Arunta's geïnteresseerd. Wat kunnen zij ons leren over religie in onze samenleving van nu? Nou, en dan zegt hij bijvoorbeeld, het eerste wat dan opvalt in die literatuur, dat is dat ze onderscheid maken tussen het gewone, het alledaagse, het profane en het hogere, het heilige, het sacrale. De wereld van jagen en van vruchtjes verzamelen en van voor de kinderen zorgen, dat is de wereld van alle dag, de gewone dingen. Maar er is ook een wonderlijke, toverachtige wereld daarnaast, de sacrale wereld. En daar heb je heilige stenen en heilige plantjes en diertjes die je niet mag doodschieten, omdat ze horen bij de clan en een speciale status hebben. En ergens in het dorp staat een soort boomstammetje en misschien moet je dan niet denken aan deze Lucky Luke totem, maar aan die vreemde voorwerpjes die je soms ziet in documentaire films over die Aboriginals. En daar tegenover leggen ze een soort eerbied aan de dag, een soort vreemd respect, wat ze helemaal niet aan de dag leggen ten aanzien van de gewone gebruiksvoorwerpen waarmee ze door het leven gaan. En wat Durkheim interessant vindt, dat is hoe ze dan spreken over zo'n heilig voorwerp. Dan zeggen ze van, ja goed, het is natuurlijk een stuk hout, maar het gaat om de kracht die erin zit, die ervan uitgaat, die erachter zit. Je voelt dat het iets anders representeert, een toverachtige, andere wereld. En daar hebben ze ook dan wel een soort beschrijving van. Dan zeggen ze, dat is die kracht, daar zijn we een beetje bang voor. Als je dingen doet die niet deugen, dan kan die kracht zich tegen je keren. En dat moet je niet hebben, dat is niet best. En als je heel goed leeft en heel lief bent voor andere mensen, je kinderen goed opvoedt en je vrouw niet slaat, of als vrouw je man niet slaat,
dan is die kracht, die is gunstig gezind. Dan voel je een soort steun. En het, ja, het is een kracht die je soms bang maakt. Je voelt je er soms door ingesloten. Je denkt van, ik zit door die kracht, die zit overal om me heen. Ik vind het eng. Maar soms is het ook verrukkelijk. Dan gebeurt er iets naars. Er gaat iemand dood van wie je heel veel hebt gehouden. Er gebeurt iets verschrikkelijks in je leven. En dan weet je, ja, maar die kracht is er altijd. Daar kan ik altijd op terugvallen. Het is een kracht, het is iets zo machtigs. Het was er al ver voor ik geboren werd. En het zal er zijn ver nadat ik gestorven ben. Ik mag even delen in die kracht. En dan daarna is het alweer voorbij. Dat zijn omschrijvingen, zegt Durkheim, die je bij die Aboriginals aantreft. Maar zo kan een katholiek ook praten over de Heilige Geest. En zo kan een protestant ook praten over de macht van God. Dat is hoe religieuze mensen die kracht ervaren. En dan zeggen ze, je gaat naar een heilige plek. Die Aboriginals die gaan dan naar een plaatsje in het dorp waar ze zich heel erg verenigd met die kracht voelen. Of ze gaan in een moderne samenleving naar de synagoge of naar de kerk. En zo komen ze gesterkt naar buiten. Dan denken ze, ik sta er niet alleen voor. En nu gebeurt er iets interessants. Durkheim, de zoon van de rabbijn, die zegt, ze verbeelden het zich niet. Je moet niet denken, dit is atheïst, hè? Durkheim gelooft zelf helemaal niks. Maar hij zegt, die kracht is waar. Wat die mensen daar verklaren, is echt zo. Ze voelen zich echt gesterkt. En dan zegt Durkheim, maar de voorstelling die de mensen zich van die kracht maken, het idee wat ze ervan hebben, dat klopt niet. Want wat ze niet beseffen, dat is dat hetgeen ze aanbidden eigenlijk hun eigen gemeenschap is. Wat ze aanbidden, wat ze heilig verklaren, dat is iets waar ze zich nauwelijks een voorstelling kunnen maken. Het collectief als geheel, de groep als samengesteld interdependentienetwerk. Maar die woorden hebben ze allemaal niet. Daarom noemen ze het de kracht. Maar kijk nou eens naar wat ze erover zeggen. Ze zeggen, het is een kracht die straft als je stoute dingen doet. Ja, dat doet de samenleving. Die straft je als je dingen doet die niet mogen. Het is een kracht die positief werkt als je goede dingen doet. Dat is de samenleving. Het is een kracht die je vaak het gevoel geeft, ik ben ingesloten. Soms geeft de samenleving, de groep je het gevoel, ik kan geen kant op, iedereen let op me. Het is een kracht waarop je kan terugvallen als je in nood bent, wanneer je iets naars is overkomen. Dat is de samenleving ook. Ik sta er niet alleen voor, er is een netwerk, er zijn mensen om me heen. Het is een kracht die er al was voor ik geboren werd en die er zal zijn nadat ik gestorven ben. Dat is de samenleving. Wat die Arunta's ons duidelijker tonen dan wanneer we studie maken van het katholieke geloof of het protestantse geloof, dat is dat wij in de religie eigenlijk de samenleving, de collectiviteit, de sociale groep waarvan we deel uitmaken, voelen, ons daar een voorstelling van maken en ook de emotionele krachten aan ontlenen. En dat gebeurt dan soms in hele feestelijke bijeenkomsten waar mensen samenkomen en waar ze samen zingen en waar ze samen dansen en ritmisch samen bewegen. Dat geeft ook een gevoel van eenheid. En dan raken ze helemaal opgewonden en dan komen ze in een soort collectieve trance. Dan denken ze van, ja, ik ben niet alleen, ik ben eigenlijk de groep, ik ben eigenlijk al deze mensen samen. En raken ze helemaal in een soort verhevigde toestand. En dat noemt hij de effervescence collectieve. Dan raken ze in een soort bruisende, schuimende, extatische toestand. En dan, op zo'n moment, beseffen ze pas helemaal tot in hun merg van hun botten, ik ben een deel van het sociale. Ik ben een deel van de samenleving. Zo belangrijk is dus religie. Maar hoe moet dat in onze hedendaagse samenleving, waarin steeds meer mensen zeggen, ik geloof niet in God. Wat blijft er dan nog van over? Durkheim zegt, het deel van religie dat ervoor zorgt dat mensen beseffen dat ze deel uitmaken van een groter netwerk, dat cognitieve, dat intellectuele, dat besefdeel, dat rationele deel, dat is eigenlijk overgenomen door de moderne sociale wetenschappen. Het is nu de sociologie en de antropologie die mensen helpt om zich te oriënteren in de sociale ruimte. Daar hebben ze eigenlijk de religie niet meer voor nodig. Dat doen wij nu.
aan de universiteit, wij sociologen, wij doen onderzoek naar, we schrijven boeken over en we geven les over hoe het is om deel te zijn, om deel uit te maken van de samenleving. Dus die kant van de religie die is eigenlijk overgenomen door de moderne wetenschap. Maar ook alleen die kant. Want in religie zit dus ook dat affectieve element, dat emotionele element van we staan er samen voor, er is een netwerk waarop ik terug kan vallen. Ja, dat kan de wetenschap niet bieden. De wetenschap is er voor inzicht, voor onderzoek, voor begrip. De wetenschap is er niet om je een warm gevoel te geven. En wat kan daar dan voor in de plaats komen? Nou, en in dat boek schrijft hij dat we misschien wel een nieuwe vorm van religiositeit zien in het nationalisme. Die Fransen die dan samen vieren dat ze deel uitmaken van de Franse samenleving. Aan één dag in het jaar, 14 juillet, bleu, blanc, rouge. Alle huizen staan er feestelijk bij. Grote kermis op de markt. De burgemeester houdt een toespraak en die zegt wij zijn allemaal Fransen. En we geloven in liberté, égalité, fraternité. En de mensen gaan samen volksliedjes zingen. En ze zingen de Marseillaise en ze dansen op het plein. Dat is een beetje een religieusachtig iets. Het is het nog niet, zegt Durkheim, maar het zou op den duur bepaalde functies van de traditionele religie kunnen overnemen. En dat zien we in Nederland ook, ook vandaag de dag. He, grote oranje bijeenkomsten. Dit is misschien wel een voetbalwedstrijd, je weet het niet, Koninginnedag, voetbalwedstrijd, Olympische Spelen. Mensen hullen zich in oranje om de koning toe te juichen, die of hij nou in Friesland is of dat hij een bezoek brengt met Maxima aan Limburg. De mensen staan in drommen langs de weg met hun mobieltjes om fotootjes te maken en te zwaaien. En volgens mij heeft Maxima echt naar mij geglimlacht. Ze zag mij ertussen staan en ze deed zo. Mensen genieten dan van het feit, bijvoorbeeld wij zijn Limburgers. En wat fijn, de koning komt helemaal naar ons toe. Maar tegelijkertijd, wij zijn Nederland, we horen erbij, wij vormen samen één gemeenschap. Het kan gebeuren bij sportevenementen, zoals inderdaad dat voetballen, wanneer het een interland is en al die fans zich in oranje kleuren en het gevoel hebben, nu zijn wij met z'n allen Nederland aan het vertegenwoordigen tegen die akelige Duitsers die de wedstrijd moeten verliezen. Het kan. Kijk, Durkheim, dat is zo leuk van Durkheim. Je ziet ineens, overal zie je religie. Je ziet plotseling religie op plekken waar je er van tevoren niet aan had gedacht. En nu? Dit is het ook een beetje. Ik sta een beetje als een dominee te praten hier. Ik voel me niet echt een dominee hoor. Maar wat hier in deze zaal, we hebben een leuk sfeertje toch? We hebben een ontzettend leuk sfeertje. Effervescence, beetje, is aan de gang hier? We zijn met iets bijzonders bezig. Universiteit van Nederland, hartstikke nieuw. Ik ben een socioloog die een verhaal staat te houden, maar ik heb zo'n microfoontje. Dat is wel, dan ben je wel iemand hoor, met zo'n microfoontje. En dan al die camera's daar, kijk die man met die camera. Dit is sacralisering. Ik word een beetje heilig gemaakt door hem daar met zijn camera. En jullie worden daar ook allemaal een beetje heilig van gemaakt. En dan ga je direct weer lekker hard klappen en heb je het gevoel van ja, yes, dit is iets. Dat heeft ook iets religieus. Als je erop gaat letten, dan zie je het eigenlijk overal. De opening van de Apple Store op het Leidseplein. Ik was erbij. Dan wordt het ook een beetje opgezweept door al die geniuses die in de door staan. Yes, yes. En al die mensen, high fives en zo. Dat is een moment. Daar wordt religie als het ware gecreëerd. En in dit geval, heel vreemd, voor commerciële doeleinden. En ik kan het nooit laten, ik moet er altijd weer aan denken. Ik zie daar mijn dochter Nathalie zitten. 17 jaar geleden gingen we samen naar de Arena in Amsterdam. Naar het Michael Jackson concert. En ik had toen net een college over Durkheim en de godsdienstsociologie gegeven. Zo lang geef ik al college aan de universiteit. En ik kom daar in die arena en ik sta daar met mijn 10-jarige dochtertje en al die 10-jarige meisjes. En Michael Jackson komt op en ze beginnen allemaal te gillen en ze beginnen allemaal te dansen en ze beginnen allemaal te zingen. En ineens drong toch heel erg op dat moment tot mij door, dit is een religieuze bijeenkomst. En hij gebruikt ook religieuze teksten eigenlijk. Dit zijn allemaal ongelovigen, nou niet allemaal, maar heel veel ongelovige Amsterdamse atheïsten, vaders met kindertjes, maar dit is toch een beetje een kerkdienst. Wanneer ze allemaal uit één mond zingen, heal the world. Dat is toch een religieuze tekst hoor. Heal the world.
Make it, help me even, make it a better place. For you and for me and the entire human race. Our people dying. Nathalie zong altijd Iponaien. There are Iponaien. Maar ja, ze was 10, ze wist niet wat het betekende. Dat zijn modern style, dit is ja, religie 2.1, zou je kunnen zeggen. Nou, Durkheim gelooft dat we misschien langzaam maar zeker de kant op gaan van nieuwe vormen waarin mensen op een nieuwe manier weer het maatschappelijk collectieve gevoel weten te cultiveren, weten op te brengen. En hier zie je dat Durkheim eigenlijk een klein beetje de grens overgaat. Dat hij de wetenschap, sociologie, toch ook een beetje in moralistische zin gebruikt. Dat hij er bepaalde affectieve bedoelingen mee heeft. En je zou kunnen zeggen, daar is sociologie eigenlijk niet over, niet voor. En dat vind ik in principe ook wel. Maar soms is het toch wel een beetje zo. Als ik Durkheim lees, dan kan het me zomaar gebeuren dat ik ineens denk, nu ben ik een beetje minder bang voor de dood. En hoe dat zit, dat ga ik de volgende keer vertellen.